Cellobiennale Amsterdam heeft in haar lange geschiedenis bijna 80 wereldpremières mogelijk gemaakt. En deze jubileumeditie voegt daar maar liefst 10 nieuwe werken aan toe. We hadden het concert waar het zou zijn en met Capelle Amsterdam. En ik wist ook wat er verder op het programma zou staan. Met name een stuk van Goodbye Dulina, Zonnegezang. Het leek mij mooi in combinatie met dat zonnegezang wat meer, nou ja, de zon en de creatie. En dan de nacht, donkere nacht van de ziel en de liefde. Op die manier heb ik dus eigenlijk geprobeerd om een soort drieluik te maken van verschillende liederen. Die allemaal gaan over perspectieven op liefde. En niet alleen liefde, maar ook de dood. Inspiratiebronnen liggen hier nou aan dit stuk, de grondslag? Het gesprek dat ik met Jeroen had, we hadden het uiteindelijk over de sterfelijkheid en voorbijgaan van dingen. En hoe als je daarmee bezig bent, dat je meer waardering geeft voor het moment zelf. En dat je dan ja, het wonder van bestaan weer kan waarderen. En dat kwam uiteindelijk bij een stuk over het verleden, het heden en de toekomst. En dan vroeg ik me af, hoe zou dat gaan klinken als wij er niet meer zijn? En gewoon dat idee van dat er dan nog muziek klinkt, wat ik nooit zal kunnen horen, dat vind ik best wel ja, echt een soort van ijzingwekkend, maar ja, ook fascinerend. Probeer om in het leven te staan, bewust van dat het, ja, dat klinkt heel dramatisch, maar dat het eindig is, maar dan op een positieve manier, dat ik dan denk van, oh, ik wil elk moment beleven en ik wil elk moment lief hebben. Ik heb bij Jeroen gestudeerd. Het lijkt me heel leuk om gewoon voor hem, ja, als heel inspirerend iemand, een stuk te maken. Ja. Jeroen had sinds kort een vijfstaande cello. En je wilde daar meer muziek voor. Dus ik dacht, dat is een mooie gelegenheid. De vijfstaande cello was er dus in de Renaissance en Barok. En hij maakt nu een beetje een comeback. Dus veel meer mensen die er nieuwe muziek op gaan spelen. Dus dat is best wel spannend. Ik heb 3 jaar zang gestudeerd. En ik heb ook cello les gehad van Maarten Mostert. Die de natuurlijk van de cello biennale is. Dus dat zijn wel 2 instrumenten die echt dicht bij me liggen. En die ook, ja, ze voelen heel natuurlijk verbonden. Ja. Van de stem die in je borst trilt. En natuurlijk zo'n cello die tegen je, nou ook tegen je borst of tegen, zo dicht bij je is. Een bijzondere wereldpremière vindt plaats tijdens het Nationaal Cello Concours, waar alle kandidaten dezelfde gloednieuwe compositie van Matthias Bartholomé moeten spelen. Een spannende test voor de cellisten. Did you make it a real competition piece? Like, did you put some very difficult things in it? Well, I wanted to write a piece that is both challenging but also enjoyable to the player and also to the listener. Making it more difficult has to have a good reason. And if there's a musical reason where we say, okay, we have to really go there, we have to find this this beauty or this kind of special quality in the music, and for this we have to climb that mountain, then it's okay. If it's only difficult because to show that it's difficult, I don't really, that's not my style. Hoe is het dat het af is en dat het zo in première gaat? Heel erg fijn. Ja, ik ben echt heel erg blij, want het was wel
Ja, zwaar is misschien niet het goede woord, want ik heb echt heel erg genoten van het schrijven van dit stuk. Ik voelde me enorm geïnspireerd. Ik vond het heel erg moeilijk om los te laten, omdat ik er zo in zat en ik kon er eigenlijk maar mee doorgaan en doorgaan. En je zit te wachten op de repetitie, dan zit je een soort van in de wachtkamer en dan weet je eigenlijk niet meer wat je nou gemaakt hebt, want ik durf het dan niet meer open te slaan, want ik denk ik kan er niet meer aan zitten. Dus als ik nu zie dat ik iets anders wil, dan heb ik een probleem. And now you hear it for like many times. Yes, I'm so excited. I'm really happy. I was nervous for the first candidate today because it, you know, this is kind of a special moment for me. Because it was a premiere. It was never played. And now I'm just enjoying. You know, there's so many versions, and in a way we're communicating without talking right now because they're telling me something about me and about my music that sometimes I agree, and sometimes I think, yeah, maybe I would do it differently. But that's also the beauty of it, because there is not just this one way to do it.